En ik heb deze nog. Dat is heel leuk. Want, even kijken of ik hem eruit krijg met één hand. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog weer. Het is zondagochtend. Ik ben kapot moe. We waren vannacht om iets voor 5 uur thuis. Ik ging 6:30 slapen en ik was om 10:15 geloof ik weer wakker. Wel nog even blijven liggen met Sarah in bed. Echt moe. En wel al heel veel koffers uitgepakt, zat om was te draaien. En nu even snel dingetjes opruimen in huis. Dan gaan we zo even langs mijn moeder en mijn broertje. En daar heeft Sarah wat dingetjes voor meegenomen. Dus die gaan we even brengen. En dan verder in huis. Geen zin in, maar goed. Dus ja, even dat doen. Ik heb wel al echt heel veel opgeruimd en gedaan. Dus het moet goed komen vandaag. Ik moet gewoon vandaag alles heel opgeruimd hebben. Ik was zo slecht tegen goed. Bijna alles uitgepakt en ik heb deze nog. Dat is heel leuk. Want, even kijken of ik hem eruit krijg met één hand. Deze is voor Sarah. Dit, ja, je snowglobe. En deze is van Milaan. En ik zal het laten zien waarom dat zo leuk is. Zij heeft dus meer overal waar ze geweest is op de wereld. En deze staat er nu dus bij. Dus nu heeft ze er 5. Dus Brussel, Curaçao, Praag, Lanzarote en Milaan nu. Thuis gelijk boodschappen gedaan. Ik heb andijvie. We gaan stamppot eten. Ik heb ook ergens spek. Ik ga de broccoli taart van de week weer maken. Ik heb ook slagroom voor. Brood gehaald. Appels. En de spek voor de andijvie stamppot en voor in de taart. Nou, een grote zak aardappelen. Maar die ga ik er even in laten staan. En dan heb ik aardbeidjes. Ik heb aardbeien. Zetten ook, bananen. Best wel vet. Oeh, doe dat maar niet, man. Dat valt heel veel eieren, want die heb ik van de week best wel veel nodig. Dan heb ik tartaartjes. Nog meer aardbeien. Salami. Zeggen ze, pas op. Melk. Zeezoutboter voor mijn stokbroodjes. En dan hebben we nog Fanta. Zo, boodschappen zijn allemaal opgeruimd. Was nummer 3 draait. En ik kan alweer gaan koken. Ik kan zeggen van terugkomen van vakantie heb je bijna alweer een vakantie nodig. Ik ben zo moe van vandaag. Maar goed, ik ga aardappeltjes schillen, want we eten zo lekker Hollands. We gaan een stamppot andijvie eten. Het weer is trots, hè? Ja, vind je lekker, hè, mop? Dus na alle pasta's gaan we dat even doen. Oh, ik ben nog steeds zo moe. Ik dacht, ik doe nog even een vlog editen. Maar ik kon gewoon niet verder dan in mijn programma zetten. Dus het wordt gewoon een hele korte vlog vandaag. Ik ga lekker op tijd slapen. En hopelijk heb ik morgen lekker weer energie. Dus voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan tot morgen. Doei!